Not me.
In fact, I propose that we hire a sheriff to make our streets safe and a school teacher. How are you going to pay for it? Taxes? I say we leave things just the way they are. For most of us ain't been past the fourth grade. We're doing just fine. But I believe that we can do better for our children. We can give them clean water, safe streets, and a fine education, so they have the tools to get ahead, to make a mark. Isn't that what every parent wants? Some of us still want to have fun. You want to ban prostitution next, you can shut down the saloon. I never said that. I think a man ought to be free to get a drink in this town. What do you think? Een scherpe basispremie en modules via aan- en uitkundzetten. Check fbto.nl. Stervoetballer Marco laat de media geloven dat Stella zijn vriendin is. Maar wat vindt Marco's echte liefde hier nou van? Ja, hallo, genoeg zo! Ik heb een verrassing voor je meegenomen. Ik ben allergisch voor die dingen. Oh ja, toch? Wat vervelend nou. Een mooie gelegenheid voor Snowplummet. Naar de serie. Zaterdag om 8 uur bij SBS6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Neckerman.com. Mode voor het hele gezin. Jake Slicker, 131. And Dr. Michaela Quinn, 98. Thanks for making me a mayor. It was a tough fight. And now it's time for us all to work together to bring prosperity to this town. First thing I want to do is fix it so that all folks can have the vote whether they own property or not. Including women? Yeah, including women. Mom hadn't run. Mm-hmm. You made it over there. Yes, I did. Tickets.nl. Het zal even winter zijn, maar het gaat toch wel anders worden met het weer. Het wordt kouder, maar later in de week ook meer zon. Eerst dichterbij, maar in de nacht nog altijd een aantal buien, wat buitjes, ook opklaringen. En als die opklaringen lang duren, kan de temperatuur dan iemand richting 0 tot plus 3 graden gaan. En dat betekent dus dat zorgs aan de grond. En dat betekent... Ze was lange tijd onbereikbaar voor commentaar vanochtend. Uiteindelijk heeft ze op Facebook en Twitter weer gereageerd en heeft ook gezegd van joh, ja, iedereen zal begrijpen dat ik geen 2 ton kan betalen, maar ik ga wel gul geven. Ja, maar dit is gewoon een foutje, kom op. Ja. Wat er zelf een site is op ja, Facebookpagina van Treintje moet gewoon betalen. Ja, een beetje flauw vind ik dat wel. Er zijn trouwens wel een aantal grappen die dan best nog wel grappig zijn over Treintje. Dat kunnen ze laten zien een paar... Dit is natuurlijk vooral, kijk, groot bedrag, bepaalde macht. En ook een retweet betaal ik alweer 50% voor de boodschap van Treintje. Inderdaad, laat ze even eten. Ook deze is ook wel heel erg grappig. Eigenlijk kan dit
natuurlijk niet. Nee, kijk, in een gehoorlijk nieuw seizoen heb ik een set te maken. Is het dat oké? Ja, ik zie het. Ja. Arme tijdje. Dat gaat gewoon geven en daar is de schijfstudio blij mee. Bij heel goed. Het kwam uit een goed hart, toch? Ik zie het. Nou, het was een feest waar we in de kroeg hebben echt ongelooflijk gelachen. Ja, even, Koosje heeft even verslag gemaakt. Nou, dat gaat goed of niet? Nee! Hoeveel bier heb je al gedacht? Nou, dat was een hele hoop hoor. Dan zijn nu nog de flesjes overgegaan en de rust weer leeg. Ik heb onwijs naar mijn zin. Het wordt steeds drukker. Het bier vloeit rijkelijk in ons, dus het wordt wel een leuk feest dit. Ik dacht, nou ja, er komen een paar mensen. Maar de hele kroeg zit vol. Dit moet ook, hè? Het is niet iets wat we zullen doen, we moeten het doen. En dan hebben we toch de veiling natuurlijk. Sinds het startschot om 6 uur vrijdagavond is er echt flink geboden om alle veiling-items van de BN'ers. Van een skiles van Botte Kroes, een topperspak tot de hele CD-collectie van Schrijver Kluun. Er is heel veel geboden. Mijn bijdrage voor Giro 5. Laten we verzekeraars tegen elkaar onder die eenmaal, andermaal €90 voor Frits van VVZ. Independer haalt het beste in verzekeraars naar boven. Die ziet er anders uit. Oh, hij heeft iemand genoeg. We sluiten ook nog eens een flinke korting. Independer haalt het beste in verzekeraars naar boven. Kim Jan van der Meijden. Ja. Wisten jullie dat zij Miss Fitness is geweest? Miss Fitness? Nee, ja, in 1998. Oh, dat is Miss Fitness. Mogen we daar niet over hebben, Kim? Nee! Oh, dan gaan we het juist doen. Ja, Miss Fitness. En we hebben Jim, die het gastje heeft. Ja, leuk. En Gordon, we hebben een foto van hem. Tomzoenend met een vrouw. Blijf kijken. Tot zo. Deze week Libelle en Margriet samen voor de prijs van 1, 224 pagina's mode, interviews, woordinspiratie en reportages nu in de winkel. Herfstknallers bij viadierenwinkel.nl. Smulke ondergoed. Ik leef dat ik niet meer idee aan. Wat is voor Free Girl? Vertel maar even zo kort wat die van mensen ingaat. Free Girl is een foundation die stelt.